Welkom op Voedselbos Wereld, dat is het hele stuk. Deze taart komt langs dit fietspad, is wat we noemen het Weibos. Het idee van een Weibos in Nijmegen is geboren in aanloop van Green Capital jaar. 2018 was Nijmegen Green Capital van Europa. Om een stukje grond te beplanten met diverse bomen door diverse mensen. Kortom, een registratie van diversiteit en pluriformiteit van de samenleving. We zochten heel lang naar een grond en uiteindelijk heeft Paul Dirven, eigenaar van Voedselbos Wereld, heeft gewoon de grond gekocht en dan ook een deel van de grond beschikbaar gesteld aan Weibos. Er zijn heel veel bomen geplant door verschillende mensen, maar we zijn nog niet klaar. We hebben gewoon een hele grote boomplantdag hier in Weibos. We hebben heel veel leerlingen uitgenodigd. Leerlingen van Pontum College, dat zijn nieuwkomerskinderen. Die eerste stappen zetten hier in deze samenleving. Maar ook een aantal bestuurders, burgemeester van gemeente Heumen komt. Wethouder van gemeente Nijmegen, Cilia Dame. Vriend van Kleurrijk Groen, Irene Dankelman. Tweede Kamerlid, Lisa Westerveld, komt de boom planten. Leden van Rotary Club, leden van netwerk Kleurrijk Groen. Er is ook nog veel meer mensen die vandaag komen bomen planten. Dus dat is dit jaar de allereerste grootste boomplantdag. Ik mocht vandaag een boom planten en daar ben ik heel erg trots op. Ik geloof heilig in hoe het leven via planten, bomen, dieren, mensen zich weer voortzet. Dus dit is voor mij heel symbolisch ook, omdat het een soort circle of life is, de cirkel van het leven, waar je weer een klein steentje aan kan bijdragen. Ook heel leuk dat jullie speciaal voor mij deze boom hebben meegenomen. Ik zal me even voorlezen. Staat Mespilus Germanica Westerveld. Ik kwam Kader tegen op het Democratiefestival. En hij vroeg, wil je binnenkort ook met mij een boom komen planten? En toen zei ik meteen, nou ja, leuk. Nou, en dat bleek dus vandaag te zijn. En dus daarom heb ik vandaag ook een boom geplant. Met ieder boompje dat je plant, doe je wat moois voor de wereld. Maar zo'n boom wordt natuurlijk groter. Dat vind ik een heel mooi symbolisch gebaar. En aan de andere kant zit er natuurlijk ook een sociaal aspect aan. We doen dit met elkaar. Het is een hele fijne setting met jong en oud. Mensen van diverse achtergronden die bij elkaar komen om zich samen in te zetten. Fijn om hier in het Weibos een boom toe te mogen voegen. En voor mij staat ook deze hele ontwikkeling wel symbool voor alles wat er rondom Nijmegen gebeurt aan vergroenen. In Nijmegen zie je steeds meer initiatieven op het gebied van je voedsel dichtbij verbouwen, stadslandbouw. En dit is een plek die laat zien dat je op elk moment eigenlijk van het jaar, ieder seizoen ook eten uit de natuur kan halen. Ik denk dat het heel belangrijk is om een mooi voorbeeld te geven van hoe je dichtbij je eigen voedsel kan verbouwen. Dat het daardoor veel korter hoeft te reizen eigenlijk. Dus we kunnen ons eten van dichtbij halen en dat draagt weer bij aan duurzame keuzes maken. Een bos is altijd een soort ecosysteem waarin heel veel dingen samenkomen en allerlei verschillende lagen met elkaar samenwerken om een mooi geheel te vormen. En dat is natuurlijk hoe onze samenleving ook werkt. En daar staat dit symbool voor hoe we met elkaar alles bij elkaar brengen en daarin samen één groot geheel vormen. Als je kijkt naar welke bomen hier geplant zijn, dan gaat het over bomen die je over heel de wereld terug kan vinden. Dus dat mensen die hier naartoe gemigreerd zijn ook zien, hé, dat is een plant, een voedsel die je kent van mijn thuisland. Een tijdje geleden kwam mij ter oren dat burgemeester Bruls hier al een boom geplant had. Ik dacht, wat krijgen we nou, hè? De burgemeester van Nijmegen wel en die van Heumen niet. Ik was dus ook bijzonder vereerd met het feit dat ik gevraagd werd om hier ook een boom te planten. Omdat ik het initiatief bijzonder van harte ondersteun. En omdat ik de gedachte erachter ontzettend mooi vind. En het gaat om duurzaam verbinden
heb ik ergens gelezen. En als we aan één ding behoefte hebben, is het aan duurzaam verbinden. Wat je ziet is dat we tegenwoordig best in een tijd leven waarin het altijd wij tegen zij lijken te zijn. En dit is een initiatief waarbij je met elkaar laat zien dat je aandacht geeft voor de toekomst. Dus een boom, ja, die is nu nog klein, maar die wordt in de toekomst natuurlijk steeds groter. Ik vind dat een heel mooi symbolisch gebaar. En het past ook eigenlijk wel heel mooi bij onderwerpen waar ik in de Kamer mee bezig ben. Want die hebben te maken met echt de jeugd van nu, worden de volwassenen van de toekomst. Zijn degenen die het straks de dienst uitmaken. En ik hoop dat zij nou, de wereld wat beter achterlaten dan wij en misschien voorgaande generaties dat hebben gedaan. We hebben niet genoeg, niet op tijd geïnvesteerd in onze toekomst, jullie toekomst. En de politiek keek de andere kant. Sorry dat we het verkloot hebben. Kind van de toekomst. Wat onze generaties verbindt, is een gedeelde verantwoordelijkheid. Wat onze generaties verbindt, is hoop. Hoop op verandering, hoop op verbetering. Een mensheid worden die goed is voor de aarde en de mensen om ons heen. Ik vind de verbinding tussen mensen en natuur heel belangrijk. En ik vond het heel leuk om samen met iedereen vandaag bomen te planten. Ik heb zelfs twee bomen geplant met verschillende groepen. Wij, de nieuwe generatie, hebben zeker een belangrijke rol om ons klimaat te verbeteren. En omdat ik dat heel belangrijk vind, dacht ik dat ik wil meedoen. Elke boom maakt het verschil. Ik ben peer coach bij New Roots. Dat is de organisatie met, dat samenwerking heeft met een ISK-school, waar jonge nieuwe statushouders zitten. De jongeren die dus hier nieuw in Nederland zijn, die begeleid ik af en toe. En daar zorgen we mee dat ze een beetje kunnen wennen aan Nederland, maar ook aan de taal en Nederlands mensen. En dat ze steeds meer hun netwerk kunnen verbreden. En hun talenten kunnen ontwikkelen. Twee keer of één keer hebben we hier al vaker met de jongeren bomen geplant. En er zijn positieve ervaringen uitgekomen. Dus we dachten, we nemen nog een keer een aantal jongeren mee om ze te laten ervaren hoe het is om in een bos waar ze eigenlijk altijd langs kunnen komen, hun eigen boom kunnen komen bekijken en zien hoe die groeit. En dat ook een soort van symbool staat voor hun. Dat je een boom kan planten en als je hem goed verzorgt en als hij wat water krijgt, dat je dan helemaal tot bloei kan komen. En dat is ook met onze jongeren, waar een beetje die metafoor voor gebruikt kan worden. Dus dat in hun gedachten het zaadje geplant kan worden van, hey, ik ben hier nog maar net, maar als ik mezelf even wat water geef en wat positiviteit en goed voor mezelf zorg, dan kan ik mooi ook bloeien zoals de planten hier, de bomen. Het was gewoon leuk. Het was wel een beetje moeilijk met de graven. Want de grond was echt behoorlijk hard. Dus ja, samenwerken met ouderen, jongeren, ik vond het gewoon fijn. Ja, dat we elkaar verbinden en zo. Ik vond het gewoon mooi, dit verhaal over de toekomst en zo. Van de natuur. Ik vind het echt gewoon, dat raakt me wel een beetje. Kinderen om buiten te zijn, ik denk dat het een belangrijke voorwaarde is om goed in je schoenen te staan, om de wereld goed te begrijpen. Dus iedereen die hier een boompje mag planten, ook vanmiddag, die krijgt daar al iets van mee. En als ze dan later hier terugkomen, maar ook andere kinderen, dan zien ze dat niet alleen bomen, maar ook diversiteit en biodiversiteit en diversiteit van mensen, wat dit ook reflecteert, hier heel goed een plek kan krijgen. En dat niet alleen maar wetenschappelijk belangrijk is of wat dan ook, maar ook gevoelsmatig heel belangrijk is. Planten van een boom is een vorm van bijdrage aan bewustwording van mensen. Bewustwording als het om consumptiegedrag gaat, als het om verantwoordelijkheidsgevoel gaat voor aarde. We zullen bedrijven en de politiek laten weten dat wij het anders willen en dat het anders moet. En in de tussentijd blijven we leren van elkaar. Blijven we omkijken naar elkaar.
en zetten we ons samen in voor wat wij belangrijk vinden. Kind van de toekomst. Houd hoop en leer van ons. Dan blijven wij dat ook doen. En geven wij de aarde, met alles wat er leeft, een rechtvaardige toekomst. Vol met gelijkwaardigheid, respect en medemenselijkheid.